Vanuit de kerk. Ik ben hier samen met een andere Ubbekse, die kwam ik net toevallig tegen. En dit kerkje, het is echt een parel. Dit is hier zo mooi. We zijn hier in het kantoortje van de pastoor, denk ik, van de priester. Een hele dikke kluis staat hier. Echt fucking mooi. Nog een kistje waar dingen hebben ingezeten. Heel mooi schilderij. Hele mooie tekening. Echt, deze locatie is echt een dikke goudmijn. Echt zo mooi. Hier ligt nog een mes. Een bijbel, denk ik. Echt, what the fuck, deze locatie is zo mooi. Hier ligt allemaal papieren, schilderijen. Echt heel mooi. Zonder dat het gewoon ook weer verlaten is. Ja, daar had verder helemaal niks mee gedaan. Locatie is echt prachtig, jongens. Ik had het gewild dat jullie erbij zouden zijn. Wat een mooie locatie is dit. Echt een hele mooie kluis nogmaals. En ik weet niet wat dit is. Iets kantelaars of kaas of zoiets erop gestaan. Het ziet er ook heel mooi uit. Kast hier. Heel veel kast en laden. Hier helemaal een bankje. Ik weet niet precies waarvoor het gediend heeft. En een heel mooi klein stoeltje. Super mooi hoor. En dit ook. Prachtig. Hoe mooi dit dan niet is. Het is echt, ja, bijzonder. Echt heel mooi. Ik sta er versteld van. Zo'n bankje. Ja, hier hebben denk ik gewoon wat belangrijke mensen gezeten. Of misschien het koor. Ik weet het niet precies. Hier nog een heel mooi kruis. Hier ligt ook nog wat. Ik weet niet wat dit is. Oh, hier hebben planten in gestaan. Hier nog wat kaarsjes. En hier ook een heel mooie tekening in het hout. Al het glas, dat zit er ook nog in. Echt fucking mooi, jongens. En moet je het dak ook eens zien. Het dak is ook prachtig. Kijk, mensen, hier staan nog allemaal hele mooie. Ik denk dat het vazen zijn. Het ziet er echt heel mooi uit. Gewoon de afwerking. Gewoon hoe het eruit ziet. Dit is echt heel mooi. Waarschijnlijk heeft dit, ja, de priester aangehad. Ik denk dat is wel. Gewoon de kleren liggen er zelf nog. Echt. Heel bijzonder. Zoals jullie kunnen zien, staat ook allemaal stijgen. Ze zijn bezig met het renoveren. Maar volgens mij schiet het niet echt op. En hier is het dak ook al goed naar beneden gekomen. En hier staan ook allemaal stoelen. Hier zaten natuurlijk de mensen op te luisteren naar de priester. Dat zijn mooie verhalen. En hier staat ook weer een heel mooi. Ja, ik weet niet precies wat het is. Een soort kast. Het ziet er echt heel mooi uit. Echt jongens, dit is echt een prachtige locatie. Moet je kijken, die afwerking, hoe mooi het dan niet is. En dan gebeurt er weer zulke dingen. Jammer, heel jammer. Hier ook weer zo'n heel mooi ding. Echt prachtig. Hoe het er wel niet uitziet. Jammer dat ze zulke dingen tegenwoordig niet meer maken. Heel jammer. Hier ook weer een heel mooie. Ja, ik vind het niet wat het is. Maar dit lijkt wel een soort biechthokje. Er zat hier de priester. Hier zit de priester dan en dan hier zit een luikje en daar zit een luikje. En dan zo. Ja, kijk, dan kan degene die wil biechten, die kan dan hier zitten. En aan de andere kant heb je waarschijnlijk hetzelfde. Ja, dat kan. Hè? Dus degene die dan wil biechten, kan dan daar zitten. En de priester zat dan hier. En dan vroeg hij om vergiffenis van God.
Echt prachtig. Er staan zoveel mooie dingen. Moet je kijken hoe mooi dit er wel niet uitziet. Wacht, waar ga je dit vinden? Nergens. Ja, waar? Dit ga je nergens vinden. Hier nog een hele oude orgel. Het ziet er ook heel mooi uit. Echt waar, jongens. Dit ziet er zo mooi uit. Oké, mensen, hier heb je weer zo'n biechthokje. Deze ziet er ook heel mooi uit. Voor mij is het vrij hetzelfde. Ja, nogmaals, hier zat de priester. Hier konden mensen biechten. Hier heb je een wasbakje, denk ik. Mensen konden misschien hun handen wassen of kregen het water van God. Hier nog eentje. Hier hebben we nog iets heel moois. Ik weet niet precies wat het is. Maar het ziet er zeker heel mooi uit. Hier konden mensen, denk ik, een kaarsje aansteken voor degene die over... Voor mensen overleden, voor mensen die hun in het hart zijn, konden ze een kaarsje aansteken. Ik weet niet precies wat hier staat, als ik kan geen Frans. Ja, een paar woorden, maar dan houdt dat al aardig op. Hier staat ook iets moois, het ziet er heel mooi uit. Planten zijn een beetje dood, maar dit is wel heel mooi dat dit gewoon ja, in een kerk staat. Zoals jullie kunnen zien. Hij raakt vervallen. Daarom zal ik wel gesloten zijn, denk ik. Zal er geen geld zijn om het te onderhouden. Ik weet niet wat dit is. Oh, hier heb ik kaarsjes samengestaan. Je ziet allemaal dat kaarsvet nog wel. Ja, hier staat ook iets. Ik heb gevlogen wat er staat. Maar het is wel fucking sick, mensen, deze locatie. Ongelooflijk hoe mooi deze locatie. Want er is al het glas zit er nog in. Hij is gewoon zo goed als nu eigenlijk nog. Alleen, het is gewoon achterstallig onderhoud. Verder is alles gewoon heel erg mooi. Hier liggen nog allemaal muziekbladen voor de koor dat aan het zingen was. Hier staan nog steunpalen voordat het inflikkert. Dus het is wel veilig, maar ik ben blij dat in ieder geval deze palen er staan. We kunnen zo meteen ook even naar boven toe. Hier heb je nog een kinderkerkje. Bijzonder, een kerk in een kerk. Dat zie je niet vaak. Zoals je kunt zien, er staan ook allemaal knuffels op deze stoelen. En daardoor ja, weet je ook gewoon dat het een kinderkerkje is. Allemaal, ja, dus knuffels op de stoelen. Hier hebben kindertjes gezeten. Je ziet het ook wel aan de lengte van de stoelen. En dan stond daar de pastoor weer. Priester. Voor mij is er niet zoveel verschil, maar die heeft hier aan gestaan. En de kindertjes toegesproken. Wel heel erg, ja, apart. Maar ook wel leuk om te zien dat dit gewoon ja, in een kerk zit. Heel erg leuk dat ze dat doen voor kleine kinderen. Er staat nog echt een hele mooie houten tafel. Zoals jullie kunnen zien, echt die afwerking is prachtig. Echt bijzonder hoor. Hier ook nog een hele mooie kast. Echt jongens, dit is echt amazing. Prachtig hoe dat eruit ziet. Mooie gouden kandelaar. Kandelaar, sorry. Hier weer een biechthokje. Daar hebben we nu al drie van gezien. Maar steeds. Oh, dit is geen biechthokje. Ja, het is wel een biechthokje, maar ze hebben een plank ingelegd. Okay. Ik snap niet precies waarom, maar het zal wel. Hier lijkt een... Oh, het is een oude tv. Ik dacht even een oude radio. Maar het is een oude tv van Schoenooi of zoiets, ik weet niet. Het ziet er wel leuk uit, zo'n oude tv'tje. Echt een hele mooie tafel, zoals jullie kunnen zien. Echt prachtig. Hier staan wat decor dingetjes, niet zo heel verboeiend op zich. Hier staat, ik denk dat hier water heeft in gezeten en dat de mensen zich daar konden schoonmaken of iets anders. Het ziet er ook heel mooi uit, vooral de afwerking ook weer. Prachtig. Hier is een beetje ingestort zoals jullie kunnen zien. Het dak, stoel een beetje kapot. Er staat nog een biechthokje. Echt waar jongens, dit is echt een prachtige locatie. Dit ding is ook heel mooi. Hier kon de priester zo naar boven lopen, stond hij daar, kon hij voor een menigte praten. Dit is ook weer heel mooi afgewerkt, echt een juweeltje. Oh, kijk, een heel mooie draak hierin. Echt prachtig hoor. Wat mensen al vroeger allemaal niet konden maken. Het is wonderbaarlijk. Boven heb je het orgel. Daar gaan we zo meteen even heen. Ik zal even snel wat foto's maken. En dan gaan we naar boven toe.
Oké, mensen, we zijn naar boven. Stoelen hier. Allemaal oude boekjes. Het ziet er echt heel mooi uit. En kijk eens wat een uitzicht. Holy shit. Wat mooi. Echt, dit is echt prachtig, mensen. En kijk dit orgel eens. Wauw. Prachtig. Ik ga allemaal chique dingen, denk ik, in. Oude tv hier nog. En dit orgel, jongen, wat mooi. Is zo enorm groot. Oké, mensen, ik ga weer richting beneden. Bij een lampje erbij. Zien we nog eens wat. Dit is ook wel heel mooi om een keer te zien. Prachtig hoor. Nu kijk hoe mooi, jongens. Echt wel. Jammer dat ze. Ja, dit type gemaakt wordt. Het is echt dood en doodzonde. Ik ga weer naar beneden. Er zitten heel veel duiven in. Ik hoor ze. Als je maar geluid maken. Hier zit ook wel een gat in de vloer. Je kan nog hoger. Maar dat gaan we niet doen. Het ruikt ook een beetje dood hier. We gaan lekker weer naar beneden. Hier de machine van de orgel, denk ik. Om weer dat duivenpoep. Kijk, ik krijg weer naar boven. Of mag naar boven. Dat gaan we niet doen. We gaan lekker naar beneden. Heel klein trappetje dit. Het is niet van lang. Het zijn heel wat tomsen. Spinnen hebben hier ook, zoals je kunt zien. Bah. Ik kom eigenlijk. Dat gaat goed, dat gaat goed. Dit is natuurlijk de volgende geweest. Hier kwamen de mensen naar binnen toe. Echt heel mooi. Hier ga je dus ook weer naar boven toe. Maar ik weet niet wat er allemaal ligt. Of het allemaal duivenscheid is of niet. Ja. Hier onder moeten. Ja, posters. En hier zijn we weer in de kerk. Nogmaals, mensen, deze locatie is echt prachtig. Ik zou dat jullie hadden dit moeten zien. In real life dan. Je kunt natuurlijk deze video bekijken. Maar dit is echt prachtig, deze locatie, jongens. Zoveel mooie dingen. Echt waar, heel mooi.